Hi iedereen, het is weer de eerste maandag van de maand, dus ik ben bij de Trademark Utrecht om gewoon weer eventjes langs een aantal stands te gaan hier om te kijken of ze weer wat mooie nieuwe sieraden hebben, of ik nog wat trends kan oppikken. En ik ben nu op de eerste verdieping bij de Jewels and Washes afdeling en ik ga als eerste eventjes een kijkje nemen bij de Gucci en Pekingier sieraden en horloges. Hier zien we de hele luxe horloges van Pekingier, zowel de Manufactuur als Moreya collectie. En dit zijn de horloges van Gucci met echt bamboe. Ook de sieraden zijn geïnspireerd op bamboe en zoals je kunt zien geïnspireerd op de paardensport. Want dit zijn de teugels van paarden en dit zijn echte zwarte diamanten. Wauw! Bij de Chrono Swiss stand ontdekte ik hele leuke manchetknopen, namelijk in de vorm van kleine uurwerkjes. Er zit zoveel detail in, ik moest ze even in een close-up nemen, want ik vond ze echt verschrikkelijk mooi en bijzonder. Ook zag ik veel brushed gold en brushed silver effecten, wat waarschijnlijk een hele grote trend gaat worden het komend seizoen. Er lagen net bij Chrono Swiss hele lekkere gebakjes met een horloge ook echt nog erop. Dus deze heb ik even meegenomen. Dan ga ik nu even naar andere stands. Dit is de stand van Wise en zij hebben verschillende horlogemerken in hun portfolio. Waaronder Raymond Weil, Danish Design en ik zag ook in één keer Issey Miyake. Ik ken dit zelf alleen als designer, huis en ze maken parfum. Maar ze maken dus kennelijk ook hele mooie minimalistische horloges. Vond ik wel even leuk om te laten zien. Ja, en nu we het hebben over merken waarvan ik niet wist dat ze ook horloges hadden. Ik sta hier bij de Montevi Group en zij hebben Timberland in hun assortiment. En ook zij hebben dus gewoon horloges. Ik sta hier bij de vitrine van Ticento en ik zie echt hele mooie, een soort van, hoe zou je het moeten noemen? Een beetje Grieks-achtig stijltje of zo, met hele mooie rasterwerk of zo erin. En ik vind het ook mooi dat ze zilver en goud met elkaar hebben gecombineerd. Zodat je dit met zowel zilveren als gouden sieraden weer kan dragen. En ik vind het wel een hele mooie collectie deze. Dus die wil ik eventjes laten zien. Kijk, en dit vind ik ook gewoon nog steeds heel erg mooi. Van die hele fijne kettingjes. Met daaraan hele fijne bedeltjes met steentjes. Leuk als ketting of als armband. Ik vind het zo schattig en je kan het ook gewoon lekker over elkaar heen dragen. Yeah, dankjewel. Goed. Ik blijf maar eten joh. Ik heb net weer eventjes een gehaktballetje gepakt en net had ik een gebakje gepakt. Dus het is hier goed vertoeven. En ik heb gewoon net weer eventjes een bakje saté gepakt. Ziet er ook echt super lekker uit. Die ga ik even opeten. Oké, en als ik mijn saté op heb, dan ga ik eventjes naar de andere verdiepingen toe. Ik ben nu op de 6e etage en hier worden geen hapjes uitgedeeld, maar ik zie wel echt heel veel leuks. Ik zie al heel veel roze en heel veel kleur hier achter mij, dus daar gaan we eens eventjes een kijkje nemen. Kijk, dit vind ik grappig. Het ziet er echt eigenlijk een beetje fout uit. Een beetje alsof je oma ermee had kunnen lopen. Een beetje ethisch. Maar dit zie ik nou echt heel veel en dit zag ik ook al bij de Douglas hangen, echt voor 20 euro of zo. Maar goed, dit soort ethisch-achtige haarversiersels, die gaan we dus veel terugzien, denk ik nog, komend jaar. Ik ben nu bij Versteeg en dit is alweer de nieuwe collectie voor het najaar, toch? Ja. En wat we heel veel zien zijn een beetje de muted pastels, dus dat zijn een beetje de pastelkleuren met een soort van grijzige ondertoon. Veel taupe, een beetje van dat paarsige taupe, een beetje peachy en een beetje van dat koraal. Maar dan wat donkerder. Dus dit zijn eigenlijk al een beetje de nieuwe herfstkleurtjes. Wat we verder nog gaan zien in het najaar zijn weer heel veel metals en mixed metals. En metals gemixt met doorzichtig plastic of acryl. En heel veel verschillende soorten kleuren en metalen bij elkaar. Voorheen zag je veel rosé, maar nu zie je ook veel koper met een beetje dat grijzige er doorheen. Nou, en als je ook nog een beetje fashionable voor de dag wil komen met het WK, dan zijn hier heel veel oranje dingen hier achter mij. Ik zie bijvoorbeeld hoedjes. Nou, dat is er altijd een beetje te klein voor mij. Een hoedje. En heel veel sjaals, waar je natuurlijk van alles mee kan doen. Waar je zelf misschien een topje of een poncho of zoiets, of een rokje van kan maken. Deze hoed.
ook wel leuk. Ik heb zelf nog eigenlijk helemaal niks voor het WK. Dus eigenlijk moet ik nog eventjes op zoek naar iets oranjes. Het liefst heb ik gewoon een soort van t-shirt of zo, die ik dan gewoon op een skinny kan dragen. Maar ja, dit is op zich ook wel heel leuk. Gewoon om bijvoorbeeld een wit t-shirt te kiezen. En dan neem je gewoon een hele grote oranje statement ketting. Oranje lipstick, oranje nagels of zo. En zo kom je denk ik toch ook nog wel fashionable voor de dag. Dit is de stand van Biba Jewelry. En zoals je ziet hebben ze het helemaal Hup Holland Hup WK-style aangekleed. En ze hebben dan ook de oranje bandjes helemaal uitgelicht. Superleuk, want oranje is natuurlijk de zomerkleur van 2014. Maar ook maakt dit je WK-outfit natuurlijk helemaal compleet. Met deze mooie, blinkende, glimmende juweeltjes om je arm. En ook zag ik deze mooie, kleurrijke ringen die je gezellig met elkaar kunt stacken. Superleuk voor de zomer. Nou, ik wou net naar huis gaan en toen kwam ik langs een hele mooie stand. En dat heet dat nou Numero 3. En dat is volgens mij nieuw in Nederland, dus ik wou het eventjes aan jullie laten zien. Wil je wat vertellen over Numero 3? Nou, Numero 3 is een merk wat in Spanje al best wel bekend is. Wij hebben het naar Nederland gehaald en wij doen het onder agentschap verkopen aan de winkeliers. Het is nu een maand in de Nederlandse winkels verkrijgbaar. En het doet het echt heel erg goed. Het is allemaal van leer en zwaar metaal en verzilverd. En wat is het paradepaardje of het pronkstukje van de collectie? Het pronkstukje die is helaas al uit. Oh ja, omdat hij zo populair is. Want die is al verkocht, is. Ja. Oh, okay. Volgens mij heb ik hem maar wat op nummer 2? Ja, de nummer 2 is dat er zijn er al heel veel uit. Want en deze is krijgen. Populair toch? Deze is populair. Ja. Deze is heel erg populair. Welke? Die. Oh, ja, die is die heel cool. Die doet ook echt heel goed. Ja, en de echte topper van de kettingen, die is echt heel hard gegaan. Dus deze. Die is echt heel hard gegaan. Goud met zilver. Oh, mooi. Ja, en prijstechnisch ook heel erg leuk. Dus dat is ook wel. Maar ik vind het wel stoer en het is toch nog wel gewoon het is vrouwelijk. Stoer, vrouwelijk en anders. Nou, het zit er weer op, mijn bezoekje aan de Trade Mart. Ik ben inmiddels helemaal op de hoogte van een aantal nieuwe trends die al gaan komen in het najaar. En ik heb een aantal nieuwe merken gespot. En hele mooie sieraden. Oh wacht, ik loop de verkeerde kant op. En ik ga nu snel naar Utrecht Centraal lopen. Want daar wacht mijn zusje op me. Omdat we samen naar Den Haag gaan. We gaan namelijk naar de Tong Tong Fair. Oftewel de Passermannenhal. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze vlog te bekijken. En om een beetje te weten wat we zo al kunnen verwachten. En dan zie ik jullie snel weer in een volgende video. Doeg!